In ieder geval geliefd talkshowgast geworden. Dat ging niet altijd goed. En de Mrs. Reagan. Een raar vogeltje, hè, die mevrouw Reagan. Billy Graham. Billy Graham, ook in Nederland bekende evangelist. Van ja, hij begint steeds meer het wonder van Frankenstein te lijken. Even luisteren, even luisteren. Our Father and our God. Dat meisje denkt nu dat de Derde Wereldoorlog begint. Als zij dat denkt op grond van datgene wat ze klaarblijkelijk heeft gezien in de afgelopen 24 uur, dan is er iets grondig mis met de journalistieke weergave van de gebeurtenissen. Want er is geen sprake van een kans op een wereldoorlog. U weet toch ook niet hoe dit conflict zich precies zal ontwikkelen? Het is onzinnig. Hier is geen sprake van een kans op een wereldoorlog. Tussen wie en wie? Ja, ja, dat is toch wel fijn om te zien, hè? Ja, ik zie het. Want je geniet er wel van, toch, van de controverse daarna? Nou, vooral dit vond ik hartstikke leuk, ja, natuurlijk. Ja. Overigens ben ik toen meteen van het scherm verbannen. Ja. Door die chef actueel van NOS, NTR, ja, hoe die organisatie tegenwoordig jij bent al voordat het woord bestond gecanceld. Ik ben meerdere malen gecanceld. Want ik ben vervolgens bij de inval in Irak, waar ik geen voorstander van was, en die volgens mij gebaseerd was op werkelijk abjecte leugens van de ergst denkbare soort. Maar dat er zeiden, ja? Ik zie Rob de Wijk ook sympathiek meeknikken. En ik heb hetzelfde meegemaakt. Ja, ik ben ook gecanceld. Oh, je bent ook gecanceld? Ja, dat ja, zeker. En dan wordt dat weer vergeten op een gegeven moment. En dan mag je weer. Maar dan was het wel zo dat als hij dan gecanceld werd, dan kon jij de buis weer op en zo. Ja, ja, kon ik, ja. Dat ja, wisselt nee, elkaar, ik had een het serieus. Ja. Maar dat de media met dat hele idiote Irak-avontuur dat niet kritisch bejegend werd. En, terwijl je hoefde echt geen geweldige krant te lezen of nieuwsvolger te zijn om te weten dat je voorgelogen werd. Ja. Zo goed als je nu ook vaak heel goed weet, als je normaal een krant leest en intelligent bent, dat je voorgelogen wordt.